Nou, hier gebeurde het afgelopen maandag. Anita rijdt maandag samen met een vriendin bij de Haarlemmer Houttuinen als zij naast haar auto ineens gegil hoort. Ze stopt de auto om te kijken wat er aan de hand is. Dus ik stap uit en ik loop zo uit mijn auto om te kijken wat er is gebeurd. En ik zie gewoon twee jongens op een scooter die hun scooter voor mijn neus op de grond gooien. En dus mij eigenlijk zeggen van dat ik de schuldige ben van een aanrijding. Wat dus absoluut niet het geval is. Hoewel Anita en haar vriendin zeker weten dat er geen sprake is van een aanrijding en er ook helemaal geen schade aan haar auto is, eisen de jongens toch haar gegevens, zodat ze een claim kunnen indienen bij de verzekering. Volgens het Verbond van Verzekeraars een bekende truc die opzetaanrijdingen worden genoemd. Stel, iemand zit op een scooter, werpt zich voor een auto en vervolgens gaat hij naar de verzekeringsmaatschappij en zegt van ik ben aangereden, dus de aansprakelijke partij moet betalen. Nou, dat zijn vaak rekeningen voor heel veel dure spullen. Niet alleen de scooter, maar ook kleren van dure merken, horloges, noem maar op. En je kan zelfs ook studievertraging claimen. Volgens Anita stellen de jongens zich direct na het voorval zeer intimiderend op. Ze vertrouwt het niet en belt de politie terwijl de jongens voor haar auto blijven staan. Ik ben in mijn auto gegaan, want zij werden steeds agressiever. De politie komt hier, die kijkt naar de situatie en die zegt eigenlijk niks. Die zegt eigenlijk tegen mij alleen maar van u moet het schadeformulier invullen, wat ik niet wilde. En ze hebben me eigenlijk gedwongen en eigenlijk zo wat bedreigd van u moet het invullen, anders wordt u gedagvaard. Politie en justitie hebben gewoon te maken ook met prioritering. De high impact crimes, roofovervallen, die zullen altijd voorgaan. Maar wij vinden wel dat dit soort vorm van, deze vormen van criminaliteit, deze massale fraude ook aangepakt moet worden. Dus het is gewoon heel goed dat ze hier ook gewoon scherp naar kijken. En dat kan nog wel meer. De verzekeraars hebben inmiddels goed contact met politiechef Pieter-Jaap Albersberg om verzekeringsfraudeurs beter te kunnen aanpakken. Anita vindt dat de politie beter moet optreden. Ja, dit kan gewoon niet. Het moet gewoon echt goed aangepakt worden. De politie, de verzekeraars, die zien het ook en die merken het ook. En de politie moet even wat harder worden.